Bij de eerste studentenflat waar we onze camera op richten is het meteen raak. En in dezelfde flat zien we dit bord voor het raam staan. En ook komen we dit winkelwagentje tegen. Het is roofgoed onder studenten. Velen maken er een sport van om vlaggen en verkeers- en straatnaamborden te jatten. Die krijgen een mooie plek op hun kamer. Ja, ik heb zeker wel in mijn. Toen ik nog wat jonger was, toen heb ik inderdaad wel eens wat borden meegenomen. Ja. Voor de sport? Nee, niet voor de sport. Gewoon puur entertainment. Gewoon voor jezelf. Je hebt dan een groepje jongeren, heb je gewoon met je vriendenclubje, verzamel je gewoon wat borden. Ja, als student heb ik er natuurlijk wel eens van gehoord, ja. Je hebt het zelf niet gedaan? Nee, ik heb nog nooit een verkeersbord gestolen. Maar zo braaf als deze studenten zijn ze niet allemaal. Want op tientallen kamers zijn de borden te vinden. En de politie gaat daar nu jacht op maken. Ja, wij vinden dat heel erg nodig. Ten eerste omdat de gemeente die leidt een aanzienlijke schadepost door het wegnemen van die verkeersborden. En ten tweede omdat er situaties ontstaan op de weg die onveilig zijn. Ik kan je voorstellen als er een bord mist dat de automobilist of een andere verkeersdeelnemer niet meer weet hoe de situatie daar is. En ten derde omdat het dus een misdrijf is. Het gaat om diefstal of heling. Vanaf nu kunnen studenten een maand lang anoniem en straffeloos hun borden inleveren op het politiebureau. Maar daarna is het voorbij en wordt er hard opgetreden. Een verkeersbord in huis hebben, wat van de gemeente is, dat valt onder heling, schuldheling. En het boetebedrag is ongeveer €200. Maar dat kan ook oplopen als je twee borden hebt, dan wordt het duurder. Onlangs nam de politie in korte tijd in 4 verschillende studentenwoningen 45 borden in beslag. Die studenten kregen een forse boete. Men is dus gewaarschuwd.